Hallo, beste mensen, dit is Nzinga weer. Heel veel mensen hebben mij gevraagd: Oh, Nzinga, Nzinga, hoe kan ik sympathiek overkomen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen mij leuk vinden? Nieuwe mensen, oude mensen, bekende mensen, vreemde mensen. Nou, dat is heel simpel. Ik zal het uitleggen hoe je dat kan doen. Zonder een woord te hoeven zeggen. Gewoon met lichaamstaal. Ja. Stel je voor, je zit in de bus en je voelt zo ogenblikken in de zijkant van je gezicht. Je hebt gewoon het gevoel dat iemand naar jou kijkt. Dan kun je oogcontact zoeken. Dan doe je gewoon zo. Je doet gewoon zo. Je doet gewoon je schouders omhoog en je hebt een brede glimlach en je knapt je ogen toe. Ja, dat noemen ze. Heel veel mensen hebben problemen met één knipoog te maken. Het is leuk om een knipoog te krijgen. Dubbele knipoog, nog leuker. Ja. Dus stel je voor, bijvoorbeeld, je bent thuis en er belt iemand aan en het is de deurwaarder. Dan ontvang je hem gewoon hartelijk. Dat doe je gewoon zo. Nee, je hoeft niet te denken dat mensen gaan denken, oh, die vrouw is helemaal koekoe, of die man of die jongen. Nee, mensen vinden dat sympathiek. Ze gaan denken, oh, dat is een hele spontaan iemand, hele warme persoonlijkheid. Ja, dus ik ga deze video stoppen. Ga maar lekker oefenen voor de spiegel van de linkerkant, van de rechterkant of van de voorkant. Ga je gewoon lekker de dubbele knipoogtechniek oefenen. Oké? Hey, doei! Oh shit.